Hallo kijkers van ShineSprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario Generations met Sander van Gaming SB. Dus die kant op wijzen, niet die kant op, maar die kant op. Ja Milan, hoe durf je? Ja, wijs je nu gewoon naar de muur? What the fuck, gast? Dat klopt, okay. Bedankt voor het kijken. Nee, we beginnen nu! Ik wil bedankt Mooi. Voor het kijken zeggen, maar we gaan natuurlijk nog helemaal niet weg. We gaan net beginnen en ik ga ijsjes je mag ook, strand. in principe, aan het begin mag je ook best wel bedanken hoor. Nou, bedankt voor het kijken. Inderdaad. Bedankt voor het kijken. Leuk dat jullie kijken. Heel erg fijn dat jullie kijken. Ik moet tegen Il Piantissimo, Sander. Weet je wie dat is? Il Piantissimo. Dat klopt, ja. Hoe deed je ook alweer dat je kon lopen en... Spuiten. Hoe deed je dat? Ja. Met R? Ik bedoel, met ZR? Ah, kijk. Oké. Klopt er al wat ik zei? Ja, dat klopt wel. Nee, dat is wel handig bij Shadow Mario namelijk. Want die guy, die loopt zelf ook. Ik denk dat ik hem al getrouwd heb, deze. Oh, dit gaat echt heel makkelijk worden, deze Shadow Mario. Volgens mij. Oké. Nou. Precies toen ik dat zei, toen kreeg ik damage. Maar op zich gaat het me best goed af. Ik heb deze echt op een haartje gewonnen van Il Piantissimo. Welke is dat? Ook alweer. Dat is die gast waar je tegen moet racen. Dat is zeg maar de Koopa, maar dan van deze game. Ik weet het, denk ik. Shine! Ik heb Shine 8 binnen. Nice. Ik heb Shine 15. Er staan nu alweer 7 achter. Zucht. Op zich, ik vind dat in deze game niet zo heel erg. Omdat het leuk is om te spelen. Ook, maar ook omdat ik weet dat jij goed bent in deze game. Zeg maar. En nu komt er een level waar ik lang mee bezig ben. Dan weet je dat wel was. Oh, daar. Ik moet eerst natuurlijk die dingen. Staat deze game er niet juist bekend om dat deze heel repetitief is? Volgens de meeste mensen. Ik ben het er niet mee eens hoor, maar... Ja, ik heb altijd heel veel gezeik over deze game gehoord, maar ik snap het nooit, want ik vind dit echt een geweldige game. Kijk, ik snap enigszins misschien waar ze vandaan komen, maar ik vind het niet storend ofzo. Ik vraag me alleen af hoe ik onder water kom. Oh, zo. Got it. Oké, ik vraag me wel af of ik het goed doe. Want deze piranha doet wel zijn mond open en hij krijgt wel damage. Maar gebeurt iets... Oh, nevermind. Ik spreek te vroeg. I spreking te vroeg. Zoals dat in het Engels zou zijn. How do you be derping that, Sander? Sorry, ik zal het niet meer doen. Oh, meer schieten Mario en nu erin. Ja, Bianco Hills. Dit is niet Bianco Hills. Ricco Harbor bedoelde ik. Ja, Ricco Harbor heb ik pas 2 sterretjes gepakt. Oh, je hebt er niet eens alles gedaan. Nee, dat komt omdat ik je kan level 3 kan je cheesen zeg maar. Het probleem daarmee is dat je dan een specifiek iets moet doen en ik dacht dat dat nog niet kon, maar dat kan wel. Maar ik heb het nu nog niet gedaan. Oké. Maar ik doe nu echt, ik doe nu in Gelato Beach dat... doe ik dat hele kut level dat je die muntjes moet opduiken. In dat koraalrif. Ik weet niet of je dan weet welk level ik bedoel. Het is zo uit mijn hoofd niet, maar ja. Ik weet sowieso niet wat jij bedoelt met cheese ook. Ja, iets cheese is een makkelijker... Ja, dat weet ik. Maar ik bedoel, hoe in dit spel? Oh. Oh, je moet zeker via die... Ik zit te denken, hoe kom ik bij blooper? Maar... Moet ik dan heel moeilijk doen? Oh nee. Moet in ieder geval niet zo gaan blijven. Oké. Piep, bloep, bloep. Ja, dat is mooi. Oh, ik vind die wervelwind. Dat die coins hier onder water, of in de stenen zijn soms. Als ze bij zo'n school horen. Bij zo'n vissen. Een school met vissen. Zoveel bullshit. Hier, wat is dit voor een onzin? Weet ik niet. Moet ik echt? Oh. Ik denk dat ik het echt via deze manier moet doen nou. Dus toch. Ik dacht dat je er op een makkelijkere manier kon komen, maar schijnbaar niet. Toen zei hij, oh nee, toch niet. Ja. Yeah. Als je skills hebt, kan je er echt wel met op een makkelijke manier mee komen, hoor. Nou, dat bedoelde ik niet van, je hebt geen skills, maar... Ik bedoel, als je een beetje goede jumps maakt, dan kan je daar best wel een heel eind komen. Dus toch, ja, dat dacht ik dus ook, maar het lukte me niet. Als je op die boot, zeg maar, op de mast gaat staan, of op de schoorsteen, en je doet dan zo'n spin jump, dan kan je, zeg maar, op een van die rails er bovenin kan je staan en dan loop je zo daar naartoe. Oké. I do be helping you, Sander. Dat vind ik. Zo'n hashtag lief. Met een V, hè? Wat denk jij dan? Oh, ja, ik snap het al. Oké. Okay. Nee! Moet het wel goed gaan. Ja, je hebt helemaal gelijk. En het lukt me nu ook. En dat is dus waarom ik... Door dat soort dingen te doen... Oh, is dat deel met die... Oh, sorry. Hoe heet het? Dat is dus waarom ik sommige sterren ook relatief makkelijk haal. Omdat dat ik altijd... ja, als je een beetje goede jumps kan maken, zeg maar. Waar ik nu echt super hard in faal. Op het moment dat ik dit aan het vertellen ben. Kan je best wel een end komen, zeg maar. Ja. Yeah. Maar... Moet je hier ook die ene met die Yoshi's doen? Zo'n Yoshi parcours. Dat is of is level dat 8. Een extra? Dat is level 8, oh, okay. Dus die hoef je niet te doen. Gelukkig, want dat is echt mijn aardsvijand van deze game. Die heb ik nooit gehaald. Yoshi's Fruit Adventure, toch? Oh nee. Ja, ik werd daar zo woest van. Ja, dat is wel zo... Nee, je moet hem niet dit doen. Je moet niet sliden, je moet hem pakken. Fucking... Ik heb nooit zoveel problemen met die Shadow Mario chases. En dat bedoelde jij, volgens mij was het vorige aflevering. Nee, dat was deze aflevering met repetitive, zeg maar. Dat is die Shadow Mario in elk level, dat is best repetitive. Oh, mijn... Oh nee, nee. Water is op. Oh, hoezo dan? Ik was aan het trekken. Oh. Maar die in Gelato Beach is wel echt... Echt wel het kutste van alle Shadow Mario chases. Oké. Okay. Kan ik nu deze dan? Nee. Hé, hoezo doet hij niet zo? Oei, boom. Hé, ga eens met je tentakels normaal doen of zo dan. Ga mij aanvallen met je tentakels. Hey, niet sliden, Mario. Soms dan weet hij echt niet wanneer ik wil dat hij grabt en wanneer ik wil dat hij slide. Hier, dit bedoel ik. Fucking. Ik ben Shadow Mario kwijt. Tip, doe niet. Hoezo pak je hem niet? Hoe moeilijk is het, Mario? Ja. Hehe. Ah, daar is hij. Dit lijkt me wel echt heel pijnlijk voor deze guy. Nou weet ik, het is een bad guy. Maar alsnog, het lijkt me wel pijnlijk als je tentakels zo hard eraf getrokken worden dat je doodgaat. Oh, hij is nog niet eens dood trouwens. Yo, dat was niet de afspraak. Hey. Oké. Yahoo! Huge Gelato Beach is gonzo. Zo. Jij gaat echt hard, man. Ja, ik ga nu ook Ricco Harbor doen. Ben jij Walibi? Want jij gaat hard. Of is dat niet? Walibi. Dat zou goed kunnen, ik heb geen idee. Mario, grab hem. Grab. Ik vroeg om een grab. Waarom doe je niet zo'n grab? Ik maakte geen grabje. Zoals ze dat in het Engels zouden zeggen. Echt hè? Altijd die Engelsen die dat zeggen. Pak hem, pak hem, pak hem. Mario. Oh. Mario. Hoe heb ik zoveel moeite met pakken? Dat weet ik niet. Oké, nou, deze guy is dood. Werd tijd. Oké. Shine. 9. Jij hebt er 17 zeker. Oh fuck. Ja, volgens mij wel. 'Dead Eye' dachting al. Kut. Okay. Wauw. Blooper Surfing Safari. Oh, deze is ook kut. Yep. Nee. Blooper Surfing Safari valt wel mee. Dat is toch die ene dat je... moet racen, zeg maar. Ja, maar die is niet zo moeilijk. De eerste keer vond ik hem wel moeilijk. Kut. Oh, het leven zit echt niet mee. Dat gebeurt wel eens. Oké, hoeveel moest je? Wauw, wat een naaierij. Dit. De tijd ging al in. En oh, je sprong er overheen. Ja. Ja, dat gebeurde mij ook. Maar je kan hem dan nog steeds halen hoor. Maar dat gebeurde mij ook. Toen zei ik nog zo van... wat zei ik nou? Ik zei van... oh, dit moet je echt terugkijken. Of zoiets zei ik of zo. Komen. Weet je hoeveel tijd je moet hebben? Toevallig? Want als het 30 is, dan ben ik... 40. Nee. Want ik haal hem op, 42 of zo. Ja, dan is het 45. Nou, ik heb hem nu toch. Oké, je belandt hier wel weer. Dat is wat. Ja, I know. Loop surfing. Kijk, oké. Nu ga ik meteen direct goed. Kut, verkeerde knop. Nee, nu ben ik dood. Kut. Kut, ik ben dood. Echt game over? Nee. Oh. Sander, game over. Omdat je zo... Ja, maar je was zo bezig met kut, ik ben dood, ik ben dood. Ik dacht eventjes van, ja, moet je nou game over dood? Dit level weer opnieuw moet doen. Ja, ik ging ook dood omdat ik het verkeerde knopje indrukte. Want je hebt zeg maar van die ijzeren rails waar je aan kan hangen, weet je wel. Ja. Alleen met die ijzeren rails, hoe heet het, weet ik nooit welke knop je moet indrukken om die cages te openen. Zeg maar. Ja. Dat weet ik nooit. Dus of dat A of I is zeker. Ja. En dan als je het verkeerde doet, dan ben je fucked. Ja. Hoeveel levens heb ik nog? Ik denk dat ik hier wel echt aan dood ga. Als het zo door blijft gaan. En nu? Oh, fuck. Oh, wauw. Volgens mij doen we nu hetzelfde level, Sander. Dat denk ik niet. Doe jij die blooper race nog steeds? Oh, nee. Huh? Je had hem toch gehaald? Nee, zeker niet. Hoe kan je hem nou niet halen, Sander? Dat ben ik niet van je gewend. Oké. Niet weer tegen die rand aanbotsen. Oh nee. Hoe dan? Ik deed sturen. Hoezo luisterde dit beest niet? Maakt het ook uit welke blooper je pakt? Nee, ik pak gewoon altijd degene die dichtstbij is. De middelste, ja. Ga eens in het water, dan ga je sneller. Oké. Nice. Yahoo! Nee, yahoo. Oké, 37. Jij had hem op. 42 gehaald. Ik denk, als jij hem... Ja, 44. Ik neem aan... Ja, yes. Ik wou net zeggen, ik neem aan dat ik hem dan ook gehaald heb. En dit keer ging die best goed. Dit keer had ik ook niet een paar bijna fout momentjes. Oké. Maar, hey, I just met you. And it's crazy. It's the secret of Ricco Harbor Tower. Zover ben ik nog niet, denk ik. Nee, dat is episode 4. Ja, en ik ben bij episode 3. En jij hebt heel Gelato Beach al gecomplete. Dat klopt, ja. Wat is 3 dan? Is dat de red coins? Nee, 3 is dat je in die tube moet. Als je snapt wat ik bedoel daarmee. Oh, deze. En deze kun je makkelijk cheesen? Ja. Oké. Nou, dan weet ik dat. Wauw. Dat is niet te bedoelen. Dit is dat level wat... ze in Mario Galaxy... Kut. In Mario Galaxy 2 geremixed hebben. Weet je dan welk level ik bedoel? Welke ik nu aan het doen ben? Zeg me zo niet heel veel. Nou, dit is weer zo'n level zonder je spuit, zeg maar. Op van die draaiende rechthoeken met van die uitstulpingen eruit. Ja. Ja, die zit ook in Mario Galaxy 2. In Throwback Galaxy zit die. Oh, Throwback Galaxy, ja. Oh, ik denk al dat ik weet hoe jij cheese bedoelt. Oh ja, dat is op zich best wel makkelijk als het zo doet. Mario werkt mee. Dat zie ik. Bijna zo'n heel ziek waard. In de chat? Ja, oh, daar kom ik dan weer net niet. Oké. Oh, maar zo wel. Denk ik. Oké, dat viel mee. Kan ik? Kun jij hier komen? Oh. Nee. Nee! Kut bloopers! Ah, ja, dat vind ik niet leuk. Kut, hè? Die dat vind ik niet leuk, gozer. Nog 5 minuten. Oké. Ik ga ze eerst wel even vermoorden dan. Als ze zo gaan doen. Doe dat maar eens. Nee! En nu de wervelwind. Kan ik helemaal opnieuw beginnen. Nou, ik wou dat ik goed was in deze game. Ik wou, dat gevoel had ik bij 64 hebben. Ja, alleen bij mij is het kutte dat ik dat bij elke game heb. Nee, iets anders. Zo kan je niet zijn. Ik ben toch zo, dus... De kans gaan we toch. Och, Sam, toch. Hé, daar ruim ik. Wacht, moet ik daaraan hangen? Geen wonder dat het allemaal niet lukt, joh. Ik hoop maar wel dat dat echt de bedoeling is, anders dan is dat nog niet. Kan ik daaraan hangen? Ja. Kijk, precies. Okay. Nou ja, ergens hebben ze natuurlijk wel gelijk dat de game repetitive is. Want ik zit me nu iets te bedenken van die blooper waar we nu tegen moeten, zeg maar. Ja. Daar, die zit gewoon 3 keer in de game. Als boss. Ja. Ja. Dat is waar, maar alsnog, ik vind het... Ik vind weet je, ik heb er niet zo'n problemen mee. Nee, dus... ik ook niet hoor. Ik heb er ook zeker geen problemen mee. Ik heb wel een probleem met het feit dat ik doodga. Ik snap inderdaad wel waar ze vandaan komen, maar ja. Ik vind deze game wel chill of zo. Ja, ik ook. Nee. Het ziet er heel mooi uit, de levels zijn leuk. Ja. Oh. Ik ga denk ik dood. Dat was echt niet mijn bedoeling. Ik ben heel benieuwd. Ah. Kut, ja, ik ben dood gegaan. Wow. Hoeveel hebben we nog? Nog 2,5 minuut. Ik ben teleurgesteld in mezelf. Ik denk niet dat ik hem cheese op jouw manier. Maakt niet uit als level. Want het gaat nog veel te lastig. Voor cheesen. Maar hey, ik doe ook maar mijn best. In het leven. Oh, dit was risky. Kan ik er zo op springen? Jij kan dat, Sander. Ik wel, ja. Wee, boep. Wee, boep. Wee. Sorry. Ik zal niet de hele tijd dezelfde geluidseffecten maken. Ja, nu moet jij het doen. Ik mag het niet meer van mezelf. Oké, kan ik zo 2... Ja, okay. Fuck. Oké. Oh, ik haat echt die wervelwinden ook. Oké, ik denk wel dat ik er bijna ben. Oh, gaat die wervelwind weer kut doen. Nee, nee. Oké. Die octopus die is aan me... die is mij aan het naaien, jongen. Hé, je moet het maar zo zien. Nee, dat is wel echt een hele gemene grap trouwens. Kut, het leven haat me. Ik wist echt niet dat die tweede octopus zoveel lastiger... Tenminste, dat heb ik nog nooit gehad hoor. Dat hij zoveel lastiger is dan die eerste. Ik heb de shrine. Hoeveel tijd hebben we nog? Nog 16 seconden. Oh, dat gaan we zeker net niet lukken. Hoe word ik daar dan nou door geraakt? Wat dan? Ja, Mario, schiet op, schiet op. Oké, de tijd is op en ik moet... Ja! Oh, dan zit ik net op tijd in een level, denk ik. Nice, ja, ik gun het je. Doe hem lekker. Doe hem. Dit is de secret. Oké. Oh ja, dan moet je daar bovenop. Oké. Nee, ja. Dit kan ik nog wel. Wel weer de secrets. En als je één ding van mij moet weten is dat ik niet goed ben in de secrets over het algemeen. Alhoewel, die ene van level 1, de eerste, die had ik wel in één keer gehaald volgens mij. Dus, in dat opzicht, er is nog... Ga ik nou weer erop af? Ik mag... Zijn er nog ergens coins te verdienen of zo? Nee. Nee. Toevallig niet. Oh, wacht. Hier zijn wel coins, denk ik. Oh, ik zie daar al coins. Oké, hoe kom ik daarboven ook alweer? Met magische poeder. Oh, ah, top. En die had je gehaald, hè? De vorige keer. Ja, inmiddels heb ik die wel weer. Nee. Wat is dit onhandig van mezelf. Gelukkig is het allemaal goed gekomen. Dat mag ook wel een keer. Wat? Wauw. Ik ging dood op een manier, dat sloeg helemaal nergens op. Maar goed, ik ben dus dood. Ik niet. Nee. Je kan het, Sander. Ik geloof in je. Ik geloof ook in mezelf. Dat is het belangrijkste. Je gelooft in jezelf. Net als dat lijkt dan. Ah, nee. Oké. Misschien was dat een foute keus. Ik weet ook niet hoe ik hierboven kom, überhaupt. Moet ik gewoon balletjes? Kom ik er dan? Zo, maar je hoeft toch nergens naar boven? Jawel, voor de secret, toch? Oh, daar. Ja, wat ik doe is... ik ga weer op die mast staan. Dan doe ik weer een spin jump en dan doe ik met de jetpack, zeg maar, vlieg ik naar een van die houten balken toe en dan vanaf die houten balken kan je zo de dingen. Hè? Hoe? Bij mij gaat het echt veel moeizamer als dat jij zegt dat het hoort te gaan. Oeps. Want ik red die ene hoogste niet. Of moet ik gewoon... Ja, zie, dat red ik net niet. Dan moet ik ook nog oppassen. Want ik ben ook bijna door mijn levens heen. Dat zou echt zonde zijn. Ja, wat je ook kan doen. Ik weet niet of jij in de... Want jij doet nu episode 4, denk ik, hè? Ja. Heb jij in episode 3 de raket gelokt? Nee. Oh ja, dan is mijn tweede optie. Dat werkt wel. In episode 3, waar in episode 3 kun je die krijgen dan? Je kan die op een van die platformen bovenin kan je de raket lokken. Oh, en dat kan niet in episode 4? Ja, dat weet ik niet zeker. Er ligt er soms één onder het helikopterplatform. Is dat een blauwe of een grijze? Nee, een rode. Een rode is een raket. Ja, die was bij mij nog doorzichtig volgens mij. Ja, dat is ook. Op die plek is hij ook doorzichtig. Hij is, de enige waar je hem kan unlocken is zeg maar op die platform bovenin. Maar dan moet je helemaal naar boven. En dat is ook niet echt. Ja, maar ja, ik Ik zou niet weten hoe ik er anders moet komen. Wat je kan doen, Sander, je gaat weer op de schoorsteen staan. Je gaat met een spinjump op de platform, zeg maar, wat daar boven hangt, waar die bloopers oplopen, weet je wel. Ja. En dan vanaf daar weer een spinjump en dan met je jetpack richting de watertoren. Ja, ik weet dat wel. Nee, fuck. Dit is kut. Oh. Oké, nou, ik probeer wel wat. Ik vind het alleen kut dat ik nu hierop vast zit en dat ik niet gewoon het leveltje kan doen. Ja, precies. Nee. Dus. Zou dit wel werken? Ja, ik denk dat dat wel net werkt. Nou, dan pak ik meteen die blauwe mee. Zeg continue. Ja, dan moet het wel lukken. Want dan kan ik gewoon... Ja. Nu lukt het. Nice. Hehe. Dit was zoveel moeite om niks voor mijn gevoel. Ik weet nu wel precies wat je bedoelt weer met die palen trouwens. Oeh, met die balken. Oh, ik vond deze volgens mij helemaal niet zo heel lastig. Nee, die is niet zo moeilijk. Ik had hem in één keer. Die is ook niet zo heel bijzonder. Oh, oh. Ik ben wel nu heel gek aan het doen. Oh ja, maar Sandy, je moet ook niet gek doen. Dus toch niet, oké. Nee, dan weet ik dat. Note to self, doe niet gek. Don't do gek. Don't do gek, oh ja, dat is in het Engels. Ben jij nou de Engelsleraar, Sander? Oké, nou, dit komt wel goed. Dit komt wel goed. Leventje erbij. Kaboom. Dat is zo'n poggie-woggie. Kaboom. Toch? Ook. Zo zou ik het zeker durven noemen. Oei. Oké. Ja, top. Ah, nee. Wat zonde. Oké, nou ja, op zich, het is te doen. Veelde je? Ja, ik veelde wel. Maar... Hoe kan je nou weer velen, Sander? Oké, Milan. Ik wist niet dat je zo goed was. Oh, ik wist dat wel, hoor. Ik wist niet dat je jezelf zo goed vond, bedoel ik. Mag ik ook een keer? Ik voel mezelf nooit goed in een game. Misschien met een reden. Wow, wat een haat. Had de helft van mijn sterren in Mario 64. Hé, dat boeit even niet. Oh. Hé, what the fuck is dit? Oh, ik ben niet dood. Oh, oké. Nee, maar dan weet ik even weer hoe dit gamepie moet. Yo, Mario, kun je eventjes toevallig zo'n leven krijgen? Dat kan ik wel. Ik had eigenlijk tegen Mario, maar jij mag voor mij ook best een leven krijgen. Very pol. Alleen eerlijk, ik dacht dat jij hem al wel had. Ja. En van Mario wist ik kutzooi. Van Mario wist ik kutzooi. Van Mario weet ik zo goed of het kutzooi is. Dit bedoel ik. Ondanks dat de timer nu klaar is, toch wil ik te snel. Dan komt dat je dan denkt van, oké, maar dit kan ik. Maar dan... Zegt de game, oh nee, toch niet. Dan zegt de game van, oh, jij kan dit? Oh, laten we het even extra moeilijk voor je maken. En dan ga je twijfelen en dan ga je extra jump maken die je niet hoeft te maken. En dan ben je weer dood. En dan denk je, ik heb nog maar 3 levens. 2 levens zelfs. Godver. Maar Sander, heb je eigenlijk al... ja, hoe noemen ze dat? Oh, volgens mij... Ik ben heel erg blij dat ik jou, dat jij je eigen geluid ook opneemt, zie ik nu. Want... hoe heet het? Anders zou je heel zacht staan. Maar even wat ik tussendoor wil zeggen. Heb je al spijt? Van wat? Van het ja zeggen tegen deze serie. Nee. Nee? Oh, nou, met Mario 64 eerlijk gezegd, ja. Ja? Maar nu, ik geniet wel, zeg maar. Oké, ik weet, het is even kut. Maar, ik kan dit. Nou, weet je wat ik vooral heel bijzonder vind? Dat ik gewoon een hele tijd gewoon geen Pokémon op mijn kanaal heb. Ja, behalve dan de map randomizers, maar gewoon geen Pokémon-serie. Terwijl er altijd een normale Pokémon-serie is. Nee, Mario, doe even normaal alsjeblieft. Oké, ik ga die leven ook niet pakken. Ondanks dat ik er nog maar 2 heb. Is het slim? I don't know. I don't know. Oké, die grote balk is wel even chill. Woep woep. Ladies and gentlemen, we got him. Kaboom! Nice. Iedereen bedankt voor het kijken van deze aflevering. Wacht even. Vond jij dit nou? Huh? Hoeveel shines heb jij nu dan? Hoe kan ik dat zien? Even kijken. Weet ik niet. Oh, wacht. Kun je dat niet als je op ZL drukt? 19. Oké. En jij? 12. Oké. Nog steeds 7. Dat is nog steeds overbrugbaar. Het was 8. Dus in dat opzicht. Hé, Sander. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond jij dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vergeet Sanders kanaal zeker niet te checken. Die staat in de beschrijving. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Ik heb nog maar 1 ding te zeggen. Dat is adios, amigos.